Uh, zij zijn nog steeds natuurlijk de grootste partij, zij het veel kleiner dan het ooit geweest is. Uh, maar dat is een knappe prestatie van de minister-president, dat moeten we hem echt nageven. Maar wat krijg je daarvoor? Want een partij moet staan voor een bepaalde ideologie. Nou, die hebben we toen in dat liberaal manifest uh, gedetailleerd opgeschreven. Uh, daar is uitgebreid over gediscussieerd in de partij, dat is vervolgens vastgesteld op een partijcongres. Dan is dat dus de ideologische koers die je wilt, dat beloof je de mensen. En vervolgens is dat hele zaakje in de la gedonderd en is er nooit meer iets mee gebeurd. En is de partij, wat een van die uh, mensen op straat ook zei, een hele opportunistische koers gaan varen? Zoals de wind waait, waait mijn jasje. Een heel dat... goed voorbeeld daarvan, als ik, je, als ik je even aan mag vullen, is ook het visiestuk van uh, Klaas Dijkhoff. Um, Klaas Dijkhoff ging eigenlijk alle afdelingen langs om een grote discussie te voeren over een ideologische herijking van de VVD. Ik ben daar ook heel intensief bij betrokken geweest. Ik heb nog een groot stuk daarover gepubliceerd destijds in het blad van de, de Telde Stichtingen, Denktank van de VVD. Uh, nou, interessante discussie. Maar vervolgens gaf Dijkhoff een interview in het NRC en toen zei: hij, Ja, ik weet eigenlijk al twee jaar. Dat ik weg wil. En toen dacht ik: hé, hey, wacht even. Dus je hebt iedereen geactiveerd om met jou te gaan meedenken over een groot pamflet, een manifest waarvan jij al weet dat jij niet meer de kaarttrekker zal zijn... en niet meer de macht zal hebben binnen de partij om dit te gaan uitvoeren. En ik voel me daar wel heel erg bekocht door. Ja, dat, is ook, dat vind ik ook slecht. Uh, Klaas Dijkhoff is overigens ook vertrokken. En dat document, ik kende, dat heet uh, liberalisme. Dat werkt voor mensen of zo, zo'n soort tekst. Nou, dat was ook een aardige aanzet voor een discussie. Ook in de Laan verdwenen gebeurt niks meer, want dat wil men ook niet. Want als je gaat discussiëren in je eigen kring... dan loop je ook de kans dat je meningsverschillen krijgt. Ja, dat zou je als dat, liberaal en dat, en, maar eens hebben. En, discussie, en daar, ja, naar mijn idee is daar een politieke partij voor... En dat dat is daar stelselmatig de kop in gedrukt. En er zijn allemaal mensen neergezet die dat ook helemaal niet willen... daar geen behoefte aan hebben of het misschien ook niet eens kunnen... want het intellectuele gehalte onder veel van die mensen... is helaas niet heel erg hoog meer. En dan krijg je dus die vervlakking. En dan onder leiding van deze minister-president... die er al zo lang zit, die natuurlijk iedereen en alles in de zak heeft... kan, ja, eh, eh, dan, eh, komt dat ah ja. nooit meer goed. Je zegt het al, inderdaad. Hij zit al ontzettend lang, 12 jaar. Ja. Echt ontzettend knap is dat. Hoe krijgt hij dat voor elkaar... Uh, ja, hij is natuurlijk een hele goede debater en, en, en uh, handig en hij, zijn hart ligt daar ook wel bij. Uh, maar de vraag is of het nou knap en goed is. Want je moet ook het moment kennen waarop je weg moet wezen. En uh, hij loopt niet alleen persoonlijk het risico... dat op een zeker moment de mensen hem zat zijn... maar wat onder zijn leiding gebeurd is... is dat de partij is weggedreven van de kern... van waar het eigenlijk voor moet staan. En dan kun je regeren met de PVV, zoals gebeurd is. En je kan ook regeren met D66 of desnoods met GroenLinks. Het maakt niet uit als er maar een meerderheid komt. Het gaat er dus alleen nog maar om de macht... en niet om de vraag wat doen wij met die macht. Ja, en daar gaat het natuurlijk in de politiek over. Is de PVV... VVD, nou een rechtse partij? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik, ik kan het niet meer benoemen. Ik weet het niet. Ik heb altijd uh, gehoopt en gedacht dat het een sociaal rechtse partij was. Met een warm hart voor de gewone man. Maar dat zie ik uh, eigenlijk uh, helemaal niet meer terug. Het is toch een soort D66 geworden in een andere gedaante. En als je uh, dat wilt, ja, dan kan je beter op D66 zelf stemmen. Dan weet je tenminste wat je krijgt. Dus het, je weet niet meer wat het is. Het is ideologisch vervlakt. En uh, dat zal uiteindelijk ook, denk ik, voor de VVD de doodsteek worden. Ik zou ze trouwens willen aanraden. Ga nou gewoon eens even acht jaar herbronnen, zoals het CDA dat altijd zo graag noemde. Ga nou eens even weg, laat anderen het doen en kom dan over acht jaar terug. Dan zit een hele jonge generatie, VVD is waar ik een aantal van ken, die hartstikke goed zijn geeft die nou de kans om zich te ontwikkelen en dan over acht jaar kom je weer terug. Ja, Sam, hoe kijk jij als politicus naar de VVD? Ja, wij hebben dat in Vlaanderen natuurlijk ook. Hè. De VVD is uh, een van de traditionele partijen, zoals wij dat in Vlaanderen noemen, of de kartelpartijen, zo je wil. Die uh, ja, decennia lang de dienst hebben uitgemaakt. Die dat willen blijven doen, maar die van lang zo meer uh, ja, hun, hun ziel zeg maar, zijn beginnen verkopen aan um, de postjes, zoals wij dat noemen, de macht. En dan vooral ook op supranationaal en internationaal niveau. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè. De politieke breuklijn vandaag is niet meer die tussen liberalen, socialisten, christendemocraten enzovoort. Is die tussen enerzijds de globalisten, en daar behoren al die traditionele partijen, zoals de partij van Mark Rutte toe, en de nationalisten of soevereinisten, zoals de Partij voor de Vrijheid, zoals FVD, zoals mijn partij, het Vlaams Belang. Dat is de huidige grote ideologische politieke breuklijn. En we zien dat wij natuurlijk met het Frans Belang en met de PVV dat wij steeds populairder worden. En partijen zoals die van Marek Rutte, net omdat ze hun principes zo verloochenen, steeds meer stemmen verliezen. Terecht.